of wat in ieder geval door mag gaan voor een hele pittige klasse, de meidencategorie van 14 en 15 jaar. En ik neem zoals eventjes met die door, dames en heren. We hebben hier een aantal behoorlijke chicks op BMX aan het Stadhek staan. Met onder andere Anne Eikenaar voor Nijverdal. Voor Ralte, Junita Walburg. De rocksprintster René Planting. En we hebben dan voor Amazoy ook nog Anja Jacobs. Ja, misschien nog steeds goed. Dan hebben we hier voor de Heidenclub twee dames sterk. Floor Goossens en de dame die vandaag heel moeilijk te kopen zal zijn. Uitgesproken favoriet, Wietske Bloemhoff. Dames, succes. Friesland die inderdaad de 30 uit kan maken, wat bijna niemand kan volgen. Hebben we een valpartijtje te maken, of bij een van de dames nog even onderuit zie glijden. Is het ook Anja Jacob die we nou in één keer missen. Heeft al fiets inmiddels weer gepakt, staat op de pedalen. En ook die andere jonge dames zien we weer opdagen daar. In het is voor Goossens toch de dame, favoriet voor plaats nummer 2 minimaal. Maar nu moet u de vredesnaam opnemen tegen Wietske Bloemhoff, de jonge dame uit het Friesland. Die al verspeelt hem al zeer moeilijk kloppen vandaag op de baan hier. In Schonebeek wordt zij ook provinciaal trendskampioen, maar dat was ze wie weet nog niet eens geweest. Maar uit de enorme prijzenkast die ze al heeft, mag ze graag deze trui en de beker gaan toevoegen. Maar het valt een tijdje helaas voor een van haar concurrenten, Floor Goossens en Anja Jacobs uit Amersfoort.